Mantelzorgers zijn klaar met alle overbodige regels en papierwerk en willen weer meer aandacht aan de cliënt kunnen geven. Stop de regel kolder, dat roepen mantelzorgers landelijk in een nieuwe petitie. Mantelzorgers krijgen te maken met brieven in onbegrijpelijke taal, stapels formulieren en ingewikkelde regels. En dat is allemaal kostbare tijd die niet aan zorg voor de naasten wordt besteed. Margrethe Wijnen is mantelzorger van haar dochter en vrijwilliger bij Stichting Gehandicapte Platform Over Betuwe. De petitie houdt in dat eigenlijk mantelzorgers heel erg tegenaan lopen dat er heel veel regelkolder is. Ik vind het ook een mooi woord, want dat is het. Je bent heel erg druk met allerlei formulieren invullen, formulieren 100 keer invullen. Heel veel regeltjes en wetjes die eigenlijk volgens mij veel praktischer kunnen, waar we heel veel tijd aan kwijt zijn, terwijl je eigenlijk de tijd heel hard nodig hebt om te zorgen. Mantelzorgers zijn gemiddeld 4 uur per week kwijt met het regelen van dingen. Margrethe belt elke week met allerlei instanties. Deze tijd brengt ze veel liever door met haar dochter. Op maandagochtend begin ik eigenlijk altijd met alle papieren. Waar moet ik achteraan bellen? Waar heb ik nog steeds niks van gehoord? Eigenlijk noem ik dat mijn werk. En het zorgen doe ik gewoon. Zo loopt Margrethe vast bij het aanvragen van een plafondlift. Vorig jaar oktober een aanvraag gedaan voor een tillift, voor aan het plafond. Ja, een aanvraag. Nou, ik dacht dat ik een aanvraag deed, maar dat is niet zo. Dat heet een melding. Dus ik heb gebeld naar de gemeente Over Betuwe en ik zeg, we willen graag een plafondlift. Nou, dan komt er een gesprek, er komt een verslaglegging en een onderzoek. Wist ik niet dat ik een aanvraag moest doen, dus ik heb geen aanvraag gedaan. En dat heeft ook allemaal heel lang blijven liggen en ik weet niet zo goed wat ze er allemaal mee doen. Maar in ieder geval zijn we nu een jaar verder, ruim. En er hangt nog geen plafondlift aan mijn plafond. Met de petitie hopen mantelzorgers dat het makkelijker wordt om dingen te regelen en dat ze voortaan minder druk zijn met de regelkolder. Maak de dingen eens duidelijk. Waarom moet ik bij zo'n gesprek voor de aanvraag voor een plafondlift weer helemaal vertellen wat mankeert je dochter, wat heeft ze allemaal voor diagnoses, hoe is dat zo gekomen, waar gaat dat heen, blijft ze blijvend gehandicapt? Dit weten jullie al lang, ze is al bijna 12. Kijk in je dossier en gewoon zinloos. De provincie Gelderland stelt extra geld beschikbaar voor een archeologisch onderzoek naar de historische schepen die zijn gevonden bij het herinrichtingsproject over de Maas. In totaal gaat het om 1,6 miljoen euro. Dat geld is ook nodig om te zorgen dat de schepen goed bewaard blijven en om onderzoek te doen naar de andere archeologische vondsten op deze locatie. In de uiterwaarden tussen Dreumel en Alphen zijn de afgelopen jaren 20 schepen gevonden en ongeveer 150.000 andere archeologische vondsten gedaan. 280. Een rijke archeologische vindplaats dus. Ik heb het voorrecht om hier een fantastisch schip op te graven uit 1350, 1450. De schepen die zijn opgegraven komen uit de overgangsperiode tussen de Romeinse tijd en de middeleeuwen. En ze zijn eigendom van de provincie. Ze moeten in zijn geheel geconserveerd worden en dat kost geld. Geld dat de provincie nu heeft uitgetrokken. Ik kan niet wachten, ik heb er ontzettend veel zin in. En dat zeg ik als oud scheepsbouwer zijnde, dus prima zo. De kano is echt wel supergoed geconserveerd eigenlijk. Ik doe een beetje stiekem voelen. Het is keihard, maar we nemen het risico niet. Dus de kano moet in een warmtebad eigenlijk met een bepaalde vloeistof impregneren. Dus die vloeistof gaat zeg maar het water verdringen, die gaat in die cellen en dan blijft de kano in precies dezelfde staat zoals hij nu onder water ligt. Bij Over de Maas zijn nog veel meer vondsten gedaan. Er is door de provincie een kwartiermaker aangesteld. Die kijkt met alle partijen die bij de vondsten betrokken zijn wat er moet gebeuren met de rest van het gevonden materiaal. Ze zoeken een goede manier om de vondsten te conserveren, erover te publiceren en ze te presenteren. ROC Nijmegen is tevreden over de eerste ervaringen die zijn opgedaan tijdens een pilot met stage matching. Hierbij worden studenten voor hun stage zonder overleg met werkgevers bij een leerbedrijf geplaatst.
De school wil nu op meer opleidingen gaan werken met dit systeem, dat stagediscriminatie moet bestrijden. Het ROC van Nijmegen is een van de eerste scholen in Nederland die het afgelopen studiejaar ervaring heeft opgedaan met stage matching. De school koppelt leerbedrijven en studenten aan elkaar op basis van objectieve criteria. Een student hoeft zelf niet op gesprek te gaan bij het leerbedrijf. Basisschool De Dromedaris en de gemeente Beuningen trapten vorige week af met High Five. Een beloningssysteem waarbij kinderen op weg naar school lopend of fietsend punten kunnen verdienen door een tag te scannen bij elektronische paaltjes. De school en de gemeente willen kinderen en ouders ertoe bewegen vaker te voet of met de fiets naar school te gaan. Ja, NEC beleefde gisteren een bizarre slotfase in toch al een bizarre week. De Nijmegenaren moesten thuis opnemen tegen hekkensluiter FC Volendam. Precies een week na het incident met Bas Dost. De Nijmegenaren kwamen al snel op voorsprong, waarna Volendam weer langs zij kwam. Een rode kaart van Tafsan zorgde ervoor dat de ploeg van een groot deel van de wedstrijd het moest doen met 10 man. FC Volendam scoorde de 1-2, waarna we een bizarre blessuretijd ingaan met 3 doelpunten. In de allerlaatste minuut wist NEC toch nog de 3-3 te maken. Ben je dan tevreden met een punt? Uiteindelijk wanneer je zo laat scoort, kan je wel blij zijn met een punt. Kan je eigenlijk niet echt, maar ja, als je hem zo laat scoort, dan is dat misschien maar even het uiterste. Maar het is wel heel zonde, want we hadden van tevoren natuurlijk al iets anders verwacht. Hoe was de sfeer in de kleedkamer? Was het gevoel bij jullie na de wedstrijd? Nou, wel gewoon trots dat we tot het einde gevochten hebben en toch nog een puntje eruit slepen. Alleen het was niet euforisch of zo. Neem het even door de wedstrijd. Hè. Jullie beginnen goed aan de wedstrijd, maken een mooie goal. Lijken op 2-0 te gaan en dan gaat het mis. Waardoor gaat het mis, is jouw inschatting? Nou, ik denk dat we eigenlijk helemaal niet in de problemen kwamen. Alleen, één voorzet, verdedigen niet goed en hij ligt er weer binnen. En op een gegeven moment de rode kaart, dat maakt de wedstrijd natuurlijk heel wat anders. Het is wel een week geweest, hè, voor jullie. Als je even nadenkt, hè, Dirk, precies een week geleden stap jij met een aanvoerdersband het veld op bij AZ. Kun je nadenken dat het pas 7 dagen geleden is? Ja, nee, we hebben een drukke week gehad, dus veel gebeurd ook. Had je het liever met met 3 punten afgesloten, maar... Uiteindelijk, ik denk dat we wel trots kunnen zijn op hoe de jongens er uiteindelijk mee omgaan. Weet je, je krijgt een domper, je krijgt er 2-1 tegen, je komt terug, weer een domper. En uiteindelijk maak je die 3-3 nog. Dus ik denk dat je daar wel trots op mag zijn. Maar, Na een regenachtige nacht kregen we vandaag toch een vrij mooie najaarsmaandag voor de kiezen. Veel zon, af en toe wat bewolking en een graad of 12. Morgen verandert dit nog niet zoveel. In de ochtend is er een kleine kans op een bui. Maar verder blijft het hoofdzakelijk droog en wederom is er ook weer wat ruimte voor de zon. Op woensdag wordt het helaas wel wat natter. De regen zal voor onze regio wel bewaard worden voor de tweede deel van de dag. Daarvoor is het nog droog. De dagen erna blijft het wisselvallig. Ofwel precies het weer dat bij de herfst hoort. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van maandag 6 november. Nu op RN7 kun je weer kijken naar De Streek In. En wij zijn natuurlijk morgen weer bij je terug. Graag tot dan!